van 64 kilogram. Kan er maar één winnaar zijn. En die komt vanavond. Hij wint met 2-1. Dames en heren, Roel van Es. En ook uw waardering, dames en heren, voor nummer 2, Robert van der Kreeg. Ah nee, kom even, Robert, wacht even. Tweede plaats. Robert teleurgesteld? Ja. Waarom heb je dat niet gewonnen? Lastig, jongen, man, en ik ben klaar. Lastig. Had je daar moeite mee? Ik kan je niet om te doen. Ja, ik moest even naar die links gaan. Laat de laatste hand ook beter ben. Ja, dat is lang. Roel, hoe voel je jou nog niet? Ja, goed, uiteraard. Ik had het niet goed voor een moment. En uniek moment, jouw eerste overwinning, eerste medaille, zonder kap. Ja, hey, eindelijk zien we hoe je eruit ziet. Hopelijk blijft het zo weer. Ja, hoop je dan nou op dat dit nou uzelf wordt, dat dit dan niet in inraakt? Ja, misschien wel. Ik zou zeggen, laat de boxer zelf kiezen of ze kan dragen of niet. Ja, dat is een gelijk jongens te zeggen. Andere noviteit, hè, die we hier nou vanavond zien, en ook een paar keer zien bij de beelden mooi, is dat boxers vechten tegen kickboxers. Is dat heel anders? Ja, zeker. Het is heel anders stijl. Hij is natuurlijk sowieso een klein van mij, dus hij blijft naar voren komen. Ja, dat kost energie. Volhouden. Gefeliciteerd. Dames en heren, geef ze nog een applaus. Roel van Es, Robert van Inkleven. En dan komen we alweer aan de laatste partij, de laatste finale. De laatste partij, de laatste finale van deze avond. En zo komt ook een einde aan wat een uniek moment is geweest. Jullie waren erbij voor de eerste keer in 30 jaar amateurboksen zonder kap. We krijgen nu de finale tot 75 kilogram. In de rode hoek, de man die in de eerste ronde won.